Ja, we zijn vandaag nog steeds in Straatsburg en natuurlijk zijn we toch wel vooral in gedachten bezig met wat er gisteren in Luik is gebeurd. En vandaag vernemen we dat er nog een vierde slachtoffer is gevallen. Dus heel de dag ben ik eigenlijk al in gedachten met de familieleden en de vrienden van zij die gisteren iemand heel erg dierbaar zijn verloren. En dan stel ik mij gewoon de vraag, ja, die dader, ja, die zat nu in de gevangenis, die heeft heel veel kansen gekregen voor uitgaan. Ik denk dat we toch eens moeten kijken of we dat systeem niet moeten herbekijken of waar er daar eventueel fouten zijn gebeurd. En vooral, ja, hij is echt wel in de gevangenis geradicaliseerd. En ja, voor mij, gevangenissen kunnen toch geen broeihard zijn van radicalisering. Dus we moeten nog meer inzetten op die strijd tegen radicalisering. En zeker ook in de gevangenis. En dat zal een prioriteit zijn die ik hier ook in Europa zal verdedigen. Maar vooral in gedachten bij de familieleden. Heel veel sterkte.